De buurtbusvereniging Oosterhuizen houdt zich bezig met het vervoer van passagiers uit de dorpen die anders van openbaar vervoer ontzoken zijn. Er is geen bus die daar in het dorp rijdt en wij vangen dat op. Wij rijden van Apeldoorn naar Lieren, van Lieren naar Oosterhuizen en we pakken ook nog een stukje Loenen mee. Want Loenen Centrum zeg maar, is wel op openbaar vervoer aangesloten, maar langs het kanaal zit ook een wijk, Veldhuizen, die is ook van openbaar vervoer verstoken. Dus daar gaan we gewoon nog naartoe. Nou, het leuke van het werk om buurtbus is, het is heel gezellig, maar ook je krijgt telkens dezelfde passagiers. De buschauffeurs die rijden op vaste tijden. Ze hebben allemaal vaste diensten. En veelal heb je dan dezelfde passagiers. Je maakt een praatje. En mensen vertellen best veel aan de chauffeur in een buurtbus hoor. Want zij voelden zich ook een beetje veilig en gewend. En ze zijn ook heel blij dat het door vrijwilligers gebeurt. Dat vrijwilligers die buurtbus gaande houden. Dan zeggen ze, ja, nou jullie hebben er nog wel wat voor over. Nou, voor ons is het ook leuk. Je hebt ook contacten. Meer weten over de buurtbus? Kom naar Coda om 4 uur, 20 september.